Als je mijn video leuk vindt, geef me een like, abonneer en klik op de bel notificatie voor de nieuwste video. Laat in een reactie weten wat je van de video vindt. Zoals jullie dat weten, hè? Het is niet zo comfortabel, maar ik ben lekker aan het kamperen. Dus ik ben buiten aan het koken. En dan ga ik een beetje nasi maken, weet je. Dus dan heb ik mijn uien. Die snij ik, dan ga ik een beetje bakken. Dan ga ik lekker vlees bakken, dan ga ik mijn rijst erin bakken. Boei. Is ook een heerlijk sweetie hoor. Dit is pas lekker kamperen buiten koken. Gezellig, echt. Peper zetten erin ook. Dit is een globale nasi, maar de lekkerste nasi wordt het ook hoor. Echt. Ga ik jullie straks de omgeving laten zien, lieve kijkers. Dus even bakken. Dan ga ik mijn ei erin zetten. Pretty. Heb je allemaal geheime ingrediënten, Nada? Eieren. Eieren. Eerst de eieren bakken. Oh, dat is zo lekker, lieve kijkers. Daar heb ik lekker vlees. Dat ga ik meebakken. Dit filet. Die bak ik allemaal mee, hè. Kijk, in een kleine ruimte moet je toch wat voor over hebben. Dus dat, ja, dat is. Laat jullie zien de ruimte, kijk. Hier kook ik. Als je bijvoorbeeld roti, bara, nasi enzovoort wilt bestellen bij me, dan is dat mogelijk. Informatie over hoe je bestelling kunt plaatsen, kijk onderaan deze video in de omschrijving. Ga ook naar mijn Suriname Kitchen, Facebook en stuur me een bericht via Facebook Messenger. Dan laat ik hem even bakken. Dan ga ik mijn rijst erin zetten. En een beetje kruiden, ketjap en zo. Komt helemaal goed en groente hoor. Het is buiten koken, boei. Sweetie, sweetie hoor, lekker. Zo, lieve kijkers. Lekker de vloek erin zetten. Een beetje zwarte peper. Voor de smaak. En een kippenblokje. Zo. Goed hoor. Kijkers. Het is al 7 uur geweest. Etenstijd. Zo, ik heb een paar takjes prei. Die zet ik erin. Als je een kleine ruimte hebt, hè, dan moet je het proberen te creëren. En dan komt alles goed. Zoals die survivors. Hoe ze leven in de jungle. Dit is nog beter wat wij doen. Ja. Mijn lieve kijkers, op jullie verzoek om mij voor de camera zien te eten, heb ik een nieuwe YouTube kanaal geopend waar ik alleen eet. Het heet Suriname Food. Kijk voor de link in de beschrijving van deze video hieronder. Ik zou zeggen gratis abonneren, ofwel subscriben en liken, comments geven, zodat ik nog lekkerder kan eten voor jullie. Daar heb ik een pakje groentemix. Ja, alles gaat erin. Lekker, heerlijk. Gezonde nasi. Laat hem even doorbakken. Klein beetje. Dan ga ik mijn rijst erin zetten. Tot zo. Mijn groente is al klaar. En mijn rijst, die heb ik al gekookt, dus die ga ik nu erin bakken. Oh, lekker. Dit wordt lekker yummy. Ga ik een beetje van mijn ketjap zetten. En dat is genoeg. Lekker hoor, lieve kijkers, zie je? Oh man. Dit is echt een belevenis hoor, heerlijk. Oh. Oh, ziet er prachtig uit. Ziet er toch heerlijk uit, lieve kijkers. Mooi. Kijk die voor je. Ja, dit was die. Hij is klaar om te serveren. Dan ga ik straks lekker braadworst bakken. Oh. Ik geniet ervan hoor. God mogen ieder ouders, zoon en kinderen zegenen. Dat hun kinderen voor hun ouders zoveel betekenen. Hij is klaar nu, lieve kijkers. Bedankt voor het kijken. Wij gaan genieten, smaken. Als jullie mijn video leuk vinden, graag liken, subscriben, comments geven en de notificatieknop graag drukken voor de volgende video. Vergeet de comments niet achter te laten op de Facebook en Suriname Kitchen kanaal. Tot ziens en bye bye. Bedankt voor het kijken naar deze video. Laat in een reactie weten wat je van de video vindt.